motoren ermee stopt, dan hebben we dus twee motoren binnen. Want ze kunnen niet zonder elkaar werken. En eens kijken hoe het allemaal gaat. Een beetje rook uit de voorste motor, dus ik hoop niet dat dat al betekent. Mag ik gewoon even af, maar het blijft wel spannend. Deze kant, Wim. En een combinatie die al meteen niet helemaal goed liep toen hij even onderweg was. Helaas, toch water bij de buurman. De buurman Jong. Oeh, ja. Dat is dus de Oudhoornse klei die bikkelhard trekt aan die machine. En voorlopig dus op dit moment nog steeds de leidende rol voor de Seaside, denk ik dan. Want we zaten heel dicht wel weer bij die vlag, hoor. Eens kijken wat tot 82,57 meter. 82,57 dus. Voor Jaap van Biesmaar de maximum techniek APK's produceren benut wordt. En je ziet het, snel het team erbij. En ook onze wel waar nodig. Ja, Wim, en je hoorde hem eigenlijk al een beetje op het even op zijn Nederlandse zeg maar zijn ziekenhuis open. En goed, dat ik heb het team niet al niet meer op alle cilinders gevoeld. Maar ja, goed, Jaap kennen, maar die houdt gewoon de kast erop. Oké, kist er even bij de vinger. Even een heerlijke, nostalgische klok in de Nobel Arena. Moet kunnen. Een machine die al heel wat jaartjes meedraait, ook hier in de Nobel Arena in Oudehoorn aan de Ruigewijk. Laten we dit jaar dan voor het eerst die prachtige benaming Grand National mochten neerzetten. En dat in deze entourage de vrienden op ons terecht komt.